De finale van de Cosmos IT Core Hacker Mission is zaterdag gehouden in het gebouw van de Instituut voor Graduate Studies en Research IGSR. Dit is de derde editie van het evenement waar iets meer dan 100 deelnemers aan hebben meegedaan. Theo Boomsma, voorzitter van de IT Core, zegt dat het doel van de Hacker Mission is innovatie onder de jongeren te stimuleren. Tijdens het evenement is heel specifiek de nadruk gelegd op de innovatie in IoT, Internet on Things, een van de snelst groeiende marktsegmenten op dit moment in de IT. We zijn heel tevreden met de uitslag. De groepen hebben de jury verrast met hun ideeën, zegt Boomsma. En daaruit zijn drie winnaars gekomen. Nummer 1 is geworden de techbosses. Die hebben een ongeboren kind monitoring systeem gebouwd. En dat vond de jury het beste product. Nummer 2 is geworden de Yahooligans. Die hebben een toepassing bedacht voor de landbouw om pesten te ontdekken en te curen of aan te pakken. En als derde plaats hebben we derde plaats is het team Pipeliners geworden. Die hebben een waterzuiveringssysteem bedacht. Waarmee je dus gebruikt water wederom kan hergebruiken in het huishouden. Elk jaar groeit de groep van hackers, zegt Boomsma verder. Het contest staat voor iedereen die het aan kan open. Maar het gros van de deelnemers bestond uit eerstejaarsstudenten van UNASAD, evenals studenten van PTC en NATIN. Het is best wel tof, want het duurt 3 maanden en er zijn een heleboel sessies tussendoor over al die aspecten die aan orde komen. En het is best wel wat. Je moet een beetje elektronica leren, je moet kunnen interfacen tussen de elektronica en je computer. Je moet de computer kunnen programmeren om uiteindelijk met de elektronica te praten. Dus je moet ook je business case eromheen bouwen en dat allemaal ook kunnen presenteren. Dus al die aspecten worden meegenomen en ook gejureerd. IT Core organiseert al een aantal jaren deze events, dus je ziet natuurlijk altijd een groep die het al een beetje kent, die al mee heeft gedaan naar IT Core events. Want de formats die we hebben zijn vrijwel hetzelfde. Of we nou hackathon doen of hackomation, je moet een idee pitchen, je moet je idee verkopen aan de jury, je moet een goed plan maken, je moet je software managen, bepaalde ingrediënten zijn er en het verschil is wel groot onder de deelnemers. Theo Boomsma, voorzitter van IT Core. Hij sprak over de Cosmos IT Core Hackamation die afgelopen zaterdag is gehouden in het gebouw van de IGSR. Het verschil tussen Hackamation en Hackathon is dat de eerder genoemde 3 maanden duurt en Hackathon 24 uur.